Hey, ik ben Eline de Munk van Odette Lunet. Waarom ik begonnen ben of getriggerd ben om te gaan ondernemen met brillen? Wel, op een bepaald moment kon ik de autocue niet meer lezen als ik aan het presenteren was bij Jim. En ik kan niet tegen lenzen, dus ik moest een bril dragen. Maar noem mij één jonge, toffe vrouw op televisie die een bril draagt. Inderdaad, ze bestaan niet. Allee, nu zijn er al wel enkele, maar enkele jaren geleden was dat helemaal niet het geval. Dus ik had zoiets van, ja, my TV career is over, want ik moet een bril dragen op televisie. Of ik maak er mijn USP van, mijn handelsmerk, en dan ben ik met een styliste gaan shoppen voor brillen. Ik wou er ook niet maar één, ik wou er wel een paar, want ik presenteerde elke dag, dus ik een beetje kon afwisselen. En er kwamen zoveel vragen op binnen van mensen die dezelfde frustratie hadden als ik. Namelijk een bril moeten dragen, maar niet de bril vinden naar hun hoesting. En die hadden zoiets van, ja, ik wil de brillen die jij draagt. En in plaats van dan de mensen allemaal door te sturen naar die andere brillenmerken, hadden we zoiets van, tja, misschien moeten we gewoon zelf een brillenmerk doen.